Minister Faisal Abdulghafoor van Sport en Jeugdzaken geeft gisteren de commissie Opstart Schoolsportfederatie voor een zittingsperiode van een jaar geïnstalleerd. Het doel van deze commissie is om schoolsport weer optimaal aan te bieden. Schoolsport staat hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie om structuur te helpen geven aan de sport in Suriname. We moeten gebruik maken van de best practices in het buitenland en die aanpassen naar Surinaamse standaarden. Er is te weinig enthousiasme voor sport onder jongeren, zegt commissievoorzitter Galland. Het streven van de commissie is om in oktober een pilotproject te draaien voor de groep onder 14 jaar voor voetbal, atletiek, basketbal, wielrennen en volleybal. De commissie onder leiding van Wilfred Galland bestaat verder uit Ulrich Rogers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Oscar Brandon van het Surinaams Olympisch Comité en Lionel Blokland, Harvey Bangafu en Sergio Toyuram van Sport en Jeugdzaken.